Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. We gaan een nieuw merk proberen. Niet echt. Ik ga een nieuw merk proberen. Nee, niet echt. Het is niet echt een nieuw merk. Het zijn wel producten waar ik al heel lang in geïnteresseerd ben, maar die niet... waar ik gewoon niet eerder aan toegekomen ben. Dus het zijn wel voor mij allemaal nieuwe producten. Van Christian Dior. Wat ik nog niet op heb gedaan is een primer. En nu ben ik aan het twijfelen. Dat zie je ook wel. En kan ik ook niet vinden wat ik zoek. Oh hier. Ik neem de 11. Ja, ik neem de 11. Die heb ik in de kleur 2. Puur omdat ze 1 niet hadden. Dit verspreid ik altijd met een kwast. Zo, nu ben ik net een grote glanzenbol. Laten we even alles eruit halen. Het tasje kreeg ik gratis bij mijn bestelling bij Douglas. Maar het is best een leuk tasje. Dus die bewaren we. Ik heb de Forever Natural Nude in de kleur NE. En de enige die ik verder van Dior, het enige wat ik verder van Dior heb, is de Forever Skin Glow, ook in 1N. Dus ik dacht dat deze ziet er zo uit. Ik dacht dat deze wel net zo dezelfde kleur zou zijn. Dus ik moet zeggen, dit zijn altijd kleine pompjes van Dior. Dus ik doe er 2. En wat me in eerste instantie opvalt, is dat ik hem redelijk donker vind. Oh, valt wel mee. Hij lijkt op mijn hand wat donkerder dan. Op mijn neus doe ik het tegenwoordig met mijn vingers, omdat ik heel erg van die polka dots pori heb. Dus dan doe ik het tegenwoordig even zo. En dat lijkt wel te werken. Nou, met de spons. Hij glowt natuurlijk nu meer vanwege die 11 die eronder zit. Volgens mij is hij normaal niet zo glowy.
hiervoor geldt hetzelfde als voor ieder ander product, hè. Niet te veel, het wordt cakey. Ik heb dat heel erg hier. Dan moet ik altijd een beetje extra weghalen. Anders dan toont het hier heel erg. Heel apart. Ik heb natuurlijk wel textuur, hè. Ik heb een wat oudere huid, maar... Ik heb geen puistjes, bubbeltjes, dat soort dingen. Maar hier op een of andere manier, precies in dat plooitje van je kin, zeg maar. Mijn kin staat iets zo vooruit, zie je? Zo zie je het goed, zo. Nou. Ah, volgens mij is zo'n feestje beneden. Ik moet zeggen, ik vind het heel mooi. Het is een lichte dekking, uiteraard. Want het is een natural foundation. Maar ook met die L eronder vind ik het heel mooi. Ik had nog wel wat over. Ja, die kan ik wel mee leven. Dan heb ik de Dior Forever Skin Correct Concealer. In de kleur 1N. Staat hier een tasje voor doosjes. In de kleur 1N ook weer, denk ik. Met een grote... Maar het is niet een hele grote applicator. Wat ik doe is altijd... Ik doe een beetje hier... En dat is dan voor mij genoeg. Want. Ik wil het blauw onder mijn ogen camoufleren. Maar niet per se. Als jullie wat horen, de wasmachine staat aan. Dan heb ik de Dior Backstage Powder No Powder in de kleur. In de kleur Fair, denk ik, dat er staat. Ik heb geen bril hier zo. Die ziet er zo uit. Dus ik ben benieuwd. Ik ga dat even met mijn puff onder mijn ogen doen. Dit is een Essence puff. Oké. Het is niet iets brightenings of zo. Je moet het niet gebruiken als je lichtere, zeg maar, op wil lichten. Even het verder over het gezicht doen. Hier altijd, want ik hou er niet van als die rand plakt. Iedereen heeft wat, moet je maar denken. Ja, nou oké. Het plakt nog wel een beetje, moet ik zeggen. Maar het ziet er goed uit. Even in de vergrootspiegel kijken. Het ziet er goed uit. Heel even snel de wenkbrauwen doen. Ja, met mijn Catrice. Dit is een Catrice potloodje. Die heb ik niet van... Dior gekocht. Omdat ik op wenkbrauwproducten voor mezelf een no-buy heb gezet.
Ik ben daar nooit zo lang mee bezig. Dit is real time. Geen gezeur. Klaar, wenkbrauwen. Dan heb ik een rouge blush. En die komt in zo'n pouch. Ja. Ik vind het hartstikke leuk. Maar dat, ik denk dat ik ooit een keer wel een oogschaduwsetje heb gehad. Maar dat gebruikte ik toen niet. En toen heb ik hem aan mijn nichtje gegeven. Die laatst overleden is. Nou, dan zit er een kwastje in die niemand gebruikt. Maar ik laat hem er wel altijd bij, omdat ik graag dingen compleet heb. En dan is dit de blush. Dit zag er op de website heel donker uit. Nu niet meer. Hallo? Waar ben je? Zo. Het is deze kleur. Maar het is een hele mooie, beetje koraalachtige kleur. Ja. Ik weet niet of dit qua kleur mijn favoriet wordt, maar nou, dat zien we dan wel. En dan heb ik de Dior Show Iconic Overcurl Mascara. Deze. Oké. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik die gebruikt heb van de week. Een keer. Even mijn wimpertjes krullen. Ik maak altijd de ding heel erg een beetje warm. Maar natuurlijk niet zo dat je ooglid... verbrand, hè? Oké, even in de vergrootspiegel. Het is een droge formule. Er zit voornamelijk, kan je niet goed zien, hè? Krul en je kan er volume mee bouwen, maar geen lengte. En het hoeft ook niet, want dan hangen ze tegen mijn oogleden aan. Ik heb wel wat gemorst. Zelfs met een droogformule kan ik het niet netjes. Maar dat geeft niet. Ik heb een losse wimperhaar aan zitten. Nou, ik zit nu gewoon te knoeien ermee. Laat maar even opdrogen. En dan halen we het even weg. De formule lijkt een beetje op een soort pasta. Zo, het is echt een dikke formule.
Ik had hier heel erg lopen knoeien. Daardoor droogt het wel snel. En kun je het ook snel gewoon zo met een spoelie weghalen. Deze ga ik even proberen met een. Het ergste weg te halen. Ja, zo. Ik moet even die onderkanten nog doen. Het is de kleur black brown of bruin. Dit zou wel potentieel mijn allerfavorietste mascara kunnen zijn. Ik vind het geweldig. Hij smutst niet. Hij geeft niet af. Hij flakt niet op mij. En het is een stevige, een vaste, een drogere formule. Daar hou ik van. Ik hou niet van de hele. Die heeft dat. De Chanel Volume. Daar hou ik niet van. En dat is een persoonlijke voorkeur. Hoewel ik de mascara op zich het effect van de volume wel mooi vind. Maar. En deze geeft geen lengte. En dat heb ik eigenlijk wel nodig. Maar door mijn overhangende oogleden gaat het dan hier afgeven. Als laatste heb ik de Dior Rouge Forever in de kleur 100. Dat is de nude look. Dat is deze. Er zitten al vieze vingers op hier, zie je dat? Dat komt omdat ik het natuurlijk wel uitgepakt heb. Ik heb er wel even naar gekeken. Het is een smalle. Met lichte kleuren wil ik altijd wel het randje goed doen. Daar kan je ook een lippotlood voor pakken. Want hij is wel wat lichter dan. Maar hij is niet zo nude als wat ik verwacht had. Maar ik vind het wel een mooie kleur. Het heet ook de nude look, niet de nude, zeg maar. Heel klein beetje spray op van de Action. Om de poedertjes. En dan zijn we klaar met Dior. Hier word ik heel blij van, moet ik zeggen. Het ziet er echt heel goed uit. Maar ook echt heel goed. Van dichtbij. Ja, het ziet er echt heel goed uit. Het is niet zo full coverage dat het deze rode vlek. Het zit nergens in rimpels. Denk ik. Het hangt niet vast. Ik heb hier twee droge plekken. Daar hangt het ook niet aan vast. Ik heb hier ook zo'n droge plek. Nou, het ziet er heel mooi uit. Ja. Nou. Absoluut favorieten. Deze ga ik de rest van de maand nog een beetje testen. En dan kom ik erop terug. Maar het begin is echt, echt heel veelbelovend. Ik heb Hitler's Curls gemaakt. Nou, die zijn er alweer uit hoor, bij mij.
dat houdt bij mij niet. Ja, dat was het. De Dior Try On. Ja. Met producten die ik altijd al een keer wil proberen. Goed. Leuk dat je gekeken hebt naar mijn hobby YouTube kanaal. En dat je even wat tijd wilt doorbrengen. En dan zie ik jullie graag de volgende keer.